Hey allemaal, welkom bij een nieuwe video. En wat we vandaag gaan doen, Eigenlijk gewoon afleggen dit, wat gaan we vandaag doen? Sta stil. Nou, ik moet een item proberen te krijgen wat jullie vertellen. Ja, en Olaf is een hele betrouwbare politieagent, dus doet heel goed zijn werk. Alleen die arme criminelen, ja eigenlijk is hij arm, want die criminelen die steken hem al dood, zo zielig. Zou je wel verdiend hebben? Nou nee, dat denk ik niet. Olaf heeft een hele jaar... wou mijn huis kopen, maar ik negeerde hem gewoon steeds. Ik weet niet waarom ik hem negeerde, maar... Hij wou mijn huis in Bruxelles komen, ik weet niet wat het was, maar ik reageerde gewoon niet op ons. Dus daar gaan we nou een groep maken, het soort van. Goed, Olaf, jij moet voor mij een item regelen. En dat is... een boots. Of ja, de boots. Maakt niet uit wat voor boots, jij moet boots krijgen. Schoentjes. Schoenen dus. Zoals ik al zeg, het maakt niet uit wat voor schoenen. Je moet boots krijgen. Ja, dat zijn ook boots, hè. Maakt, zoals ik zeg, maakt niet uit wat voor boots. Enchanted boots. Maakt ook niet uit. Maar je mag twee dingen niet zeggen. Je mag dus niet zeggen, ik moet boots krijgen. En je mag ze niet kopen. En je mag niet zeggen dat het een challenge is. Dus drie dingen eigenlijk. Dus ik zou zeggen, ga je gang. Dus doe maar wat je wil. Je moet daar mensen aan... ga je mensen aanspreken? Of wat gaan we doen? Dit kan natuurlijk een hele korte video worden, maar ook een hele lange video. Jezus, dat ben je snel tegen. Die andere mensen waren iets slower wat ik mee opgenomen heb. Ja, max speed upgrades. Dat heb ik ook, maar ik heb boots 0.04 mijn pakje. Ik 0.03. Oh, ik 5. Ik heb ook max speed. En als je schuin loopt ben je sneller. Ik heb ook max speed. Ik ben in een hamburger gezeten. Is dat echt zo dat je heel snel bent? Oh, nee, ik word aangesproken. Je mag bijvoorbeeld wel zeggen, ja dat mag je net al zeggen. Ja, dat mag je dus niet zeggen. En wat ga je hierop antwoorden, Olaf? Wat ga je nou zeggen? gaat het hem nou al lukken? Ja, een korte video dan. Hij werkt in dezelfde winkel als ik. Oh. Ja, hij is wel slim. Hij kijkt in zijn koffer. Hij kijkt in zijn koffer. Oei. Niet echt. Oei. Nou, snel doorlopen dan. En de volgende, dan hebben we tijd. Kost tijd. Tijd kost geld. Dat is, ja, daar heb je niks aan, Litra. Zou wel nog dankjewel. Nee, dat mag je niet zeggen. Niet voor aan mijn voeten. Dat is niet goed. Nee, dan hint je dus naar boots. Dat mag dus niet. Oh. Ja. Oh. Nou, loop maar door. Nee, dit is dan niet. Loop maar door. Dit is 2 minuten extra. Ja, loop maar door. Nee, dit telt niet. Nee, het telt niet. Nee, dit is... hoor ik nou de politieagent die onder de regels uitduikt? Ja. Kijk, deze past wel goed bij mijn kleren. Ja, maar dit kost tijd. Je hebt maar 10 minuten, hè? Heb ik 10 minuten? Ja. Nee. Je hebt zojuist straftijd gekregen. Je kan mijn moeder aarde vragen als die er is. En die is er niet wel, ja. Kijk, ik kan naar iemand toe gaan en vragen of die een veel setje voor mij heeft. Ja, dat is er. Oh, je pakt kopen. Nee hoor. Verhandelen. Daar is de NL Beast. Zat in de winkel hiernaast. Ja. Hier, achter de balie. En nou wel aan de regels houden, hè? Anders ben je gedisqualificeerd. Je moet ook eten kopen nu. Heb bijna. Misschien met kleding, maar ja. Zo mag het ook. Alles loopt duren. Melissa, gun. Doe even lief. Je mag het ook kopen, dat mag ook. Wat? Dat mag toch niet? Oh nee, dat mag trouwens niet, dat is waar. Dat mag trouwens niet, dat is waar. Ik weet mijn regels niet eens. Zo, dat is goed. Zo. Goedkoops. Capital. Is goedkoops. En deze winkel verdient zo. Wat mensen vaak veel te veel hebben is speedboots. In de tijd dat ik nog Minetopia veel speelde, zeg maar, toen waren leatherbruine boots gewoon geen fuck waard. Gewoon normaal leatherbruin. Gewoon zonder... Ja. En had je nog wit. Wit was niet heel veel waard. Maar vooral de echte dure stuks waren Diamond, Gold, Iron, Honeymoon, El Rosa, dat soort setjes. Die dure setjes. In principe is dat nog steeds. Nee, dat soort setjes zijn niks meer waard. Honeymoon is nog steeds heel veel waard hoor. Oh wel? Dat soort setjes, ja. Ik heb nog een full set. Enchanted en non-enchant. Dacht ik daarvan. Non-Lord. Maar Zo, je bent rijk. Ja, ik ben rijk. Weet iedereen. Voor eens een keer voor 200k shards of zo. Loopt hij met een diamond core in zijn linkerhand. Dus het duurt er wel een beetje lang over. Ja, dat vind ik ook. Ik heb wel iets. Oh jee, daar komt het hoor. Het is niet heel speciaal. Niet heel speciaal. Dat maakt niet uit. Het is een beetje van alles. Ja, is die schoenen? Ja. Ja hoor. Binnen 5 minuten, kijk. Dank u. Nou, mag. En ze denkt, ah, kut, geen voedsel vroeg. Nou, ik koop gelijk even voedsel dan. Maar het is heel geld. Dit is een beetje duur hier. Oh, ja, dat is waar. Heel nou, dan ga ik jou 20k geven en dan krijg je items van mij. En dit was een snelle. 6 minuten heb ik het over gedaan. Het zijn unique dark, nog wat pink boots. Het leuke is, je mag ze nou aan mij geven. Dat is het leuke, want je moet ze voor mij regelen, dus ik mag ze nou aan mij geven. Kijk, top, ik wil kleding. Makkelijk hè, kleding. Kost je wel 20k? Ja, dat is waar. Wel een duur boot. Ja, dure schoenen. Ja, ik heb geld zat. Ik heb 1,6 momenteel. Dus money zat. Hoeveel heb jij, Olaf? Hoeveel geld heb je? Ik heb 2,30. Ik heb 2,30. Wauw, heb je nou 2,50? Nooit. Even kijken, dan ga ik even een stekje pinnen. Dat is makkelijker opdelen. Ook wel een stekje hoor. Ja, weer een stekje, ja? Stekje is minder dan 20k, hè? Stekje is 32k. Wat zeg je? Wat zeg jij nou? Wow. Ik heb even error. Want je moet het bedrag altijd keer 2 doen. Als we aan briefjes aantallen, zeg maar. Gedeeld door 2 toch? Nee. Want 20k is 40 briefjes. Oh, chill. En 10k is 20k is 10 briefjes. Nee, 10k is 20 briefjes, zo. Nou, Olaf, kijk eens. Alsjeblieft. Dank u wel. Geld. Wow. Geld. Gratis geld. Wat heb ik in mijn kluis zitten dat ik nog kan geven aan jou? Dit is wel leuk. Waarschijnlijk heb je honderden elitra's in die kisten zitten hoor je. Nee, nee. Dat was een breakable. Heb je net een breakable gekregen? Nee, dat was een met dure. Nee, die kaartje heb ik voor mij. Matig. Deze. En deze. Zo, kijk eens. Zo. Zo. Je relic heb je volgens mij niks meer aan, maar dat is een leuk verzamelaitem. Ja, nou Olaf, wil je nog iets zeggen? Wil je nog een shout-out doen naar Quinten, naar je baas of naar je andere collega's? Of naar je YouTube kanaaltje? Nee. Nee? Oké. Wat moeten mensen doen op mijn kanaal? Wat moeten mensen doen? Nou, liken. En? En comments geven dat ik het heel goed heb gedaan. En? Niet abonneren. Nee, dat zei je, dat vroeg ik niet. Je moet even lel op die bel geven. En dus zo. Ja, maar daarvoor moet je eerst pans op die abonneringknop. Ja. Laat het voor. Voordat je op het kan drukken moet je eerst abonneren. Ah ja, dat is waar. Mensen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Later.